Ja, super irritant natuurlijk dat als je een bericht van iemand krijgt en diegene verwijdert hem, dat je geen idee hebt wat diegene je gestuurd heeft. Maar daar heb ik een oplossing voor. Want dat is namelijk een app te vinden die ervoor zorgt dat je alle verwijderde berichten die iemand jou stuurt gewoon terug kan lezen. Dat ga ik je nu laten zien. De app die wij voor je hebben gebruikt heet Whammer. En Whammer is een programmaatje dat je downloadt. Die opent zich op de achtergrond op het moment dat je WhatsApp opent. En deze app stelt je dus in staat om verwijderde foto's, video's en berichten terug te kunnen lezen. Nou, zoals je ziet is het bericht wat ik heel graag had willen zien is verwijderd. En ik ga je nu laten zien hoe je dat precies doet. Ik heb hier mijn andere telefoon. En ik ga het bovenste bericht gewoon verwijderen. Dat zie je als het goed is zo meteen verschijnen. Bam. Maar nu ga ik je laten zien hoe je met Whammer gewoon kan teruglezen wat ik heb gestuurd. En dat doe je zo. Je gaat helemaal terug. Dan open je hier de Whammer app. Dan open je deze en dan zie je hier beneden zie je dat het eerste bericht gewoon nog bestaat. Die zie je terug. En het tweede bericht is de afbeelding. En dat is heel grappig, want dan ga je terug en dan ga je naar je afbeeldingen toe. En dan zie je hier precies wat ik heb gestuurd. Vond jij deze video nou leuk? Kan je abonneren? Kan die rechtsboven? Geef een duimpje omhoog. En heb jij nou dingen die je graag zou willen zien in de volgende video? Laat het ons alsjeblieft weten. Kunnen wij voor jou aan de slag. En dan zie ik je de volgende keer bij Handig.